Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Vandaag een nieuwe tourkaarthouder. Het is een Challenge Tour toernooi winnaar en dus de winnaar van dag 3 op Q-School. Het is Luc Peters. Ja, Luc, gefeliciteerd met het winnen van je tourkaart, eindelijk. Ja, dankjewel. Ja, eindelijk twee. Dus nou, vind ik nog vrij snel gaan, als ik het zo mag zeggen. Ja, hè? Ja, eigenlijk is eindelijk niet het goede woord, terwijl we je kind op de achtergrond horen, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Ja, de tweede keer doe je mee en je pakt hem meteen. Dat moet dan toch wel lekker voelen? Ja, dat voelt zeker lekker, omdat ik vorig jaar zo dichtbij was. Mm-hmm. En dan ja, dit jaar pak je hem gewoon op dag 3. Ja, dat is heel lekker. Ja, als we zo een beetje even kort terugwerken op jouw dartcarrière zelf. Wat was de reden dat vorig jaar eigenlijk pas jouw eerste keer Q-School was? Wat heb je daarvoor gedaan? Ja, daarvoor gewoon een beetje regionale toernooitjes. En ben ik met de NDB's begonnen. En ik had zoiets van, ik wil eerst zeker weten dat het niveau goed is. Voordat ik meedoe aan het grote werk, zeg maar. Dat ik er echt klaar voor ben. En niet dat ik daar naartoe ga, alleen maar eerst ronde spelen. Ja. Dus, Nou, dat is goed. Dus je gaat naar Q-School. Allereerst heb je in je hoofd van, oké, ik moet de first stage nog spelen. Daar, volgens mij hoorde je eigenlijk pas redelijk kort dag dat je meteen aan de final stage mocht gaan. Hoe ging dat precies? Nou, ik hoorde het op zich al vrij snel, want management die appte natuurlijk al van, je mag in de final stage meespelen. Dus ja, dat was natuurlijk wel al een fijn iets, want dan kon je nog lekker even je rust pakken. Dus ja, dat vond ik wel super fijn dat je pas later in kon stromen. Ja, ja, oké. Okay. Ja, kijk, sommige spelers zeggen dan van, nou, ik wil even dat ritme hebben van de first stage. Maar inderdaad, het kan ook stress bieden. Laten we even kijken naar die final stage. Nou ja, de eerste dag win je wel een wedstrijd, verlies je daarna met 6-5. Tweede wedstrijd, tweede dag verlies je van Plaisir. Ja, die gooit gewoon een geweldig gemiddelde, daar kan je eigenlijk niks aan doen, zou je zeggen. Ja, hoe ging je slapen na die tweede dag? Want je weet, oké, twee dagen gespeeld. Nog geen punten voor de ranking. Was het een beetje stressvol toen? Nee, helemaal niet. Weet je, als dit jaar niet was, dan was er volgend jaar wel een nieuwe kans gekomen. Mm-hmm. Alleen ik had natuurlijk wel in mijn hoofd zitten. Vorig jaar haalde ik op dag 3 de finale. Dus ja, het zou mooi zijn als je hem vandaag pakt. En ik werd 's morgens wakker en ik zei tegen mijn kamergenootje van, ja, vandaag is het gewoon mijn dag. Dan moet gewoon dagen zo slecht begonnen. Ja, dan moet je gewoon dag 3 gewoon alles geven. En toen ben ik dag 2 na het toernooi, ben ik gelijk lekker naar bed gegaan, lekker mijn rust gepakt, even lekker Netflixen en ja, lekker vroeg opgestaan, ontbijten. En ja, toen was ik helemaal klaar voor. Nou, en dat bleek ook zo te zijn. Dag 3 brengt jou geluk blijkbaar, want je haalde de finale. Je haalde niet alleen de finale, je won de dag. Het was nog wel even lastig, 3 keer op rij won je met 6-5. Is dat misschien ook het geluk wat je soms moet hebben gewoon? Ja, dat moet je zeker hebben. Ik heb ook vaak pech gehad. Mm-hmm, ja. Dus een beetje geluk mag er ook wel bij zitten. Dus ja, dat vond ik natuurlijk wel mooi dat je dat een keer dan aan je zijde hebt. En dat je dan de dagzegen kan pakken. Ja, ja, dus die finale speelde tegen Mario van der Boogaarder. Die eigenlijk toen al vrij zeker wist dat hij gewoon via de ranking zich plaatste. Was dat nog een beetje een aparte finale of zo? Want jij wil natuurlijk winnen. Jij weet niet 100% zeker of jij zo via de ranking plaatst. Waarschijnlijk wel. Mario die weet het eigenlijk wel zeker. Merkte je daar nog iets van in die finale? Ja, de spanning kwam wel een beetje kijken. Want ja, dat is, als je die wint, dan ben je er zeker. En verlies je die, ja, dan wordt het wel heel spannend de volgende dag. Aangezien er zoveel goeie zijn. Ja, geeft het geen zekerheid dat je een punt haalt op de laatste dag. Mm-hmm. Was je eigenlijk bang dat het weer net niet zou lukken, net zoals vorig jaar? Of was je daar totaal niet mee bezig? Nee, ik had eigenlijk een heel goed gevoel aan over. Omdat ik in de halve finale die wedstrijd tegen Danny begon ik gewoon lekker te gooien. Mm-hmm. En toen liet ik een beetje terugkomen. Ja, toen had ik het gevoel met de finale van, ja, dat mag gewoon niet gebeuren. En ja, dan moet je gewoon alles geven, want je bent er bijna. Ja, gelukkig miste Mario nog een paar pijltjes. 5 pijlen of zo, 5-5.
Dus ja, dat was wel mijn geluk. Want anders had ik op de laatste lek aan moeten komen. En dan had ik nog wel willen zien. Ja. Ik was spannend. Ja, dan was het spannend geweest. Ja, nou, het was al spannend genoeg in ieder geval. Maar die laatste pijl gaat erin. Wat gebeurde er met je toen je wist van... Ja, dat die tourkaart is gewoon nu al binnen. Ja, een ontlading natuurlijk. Ik schreeuwde de hele zaal in. Dan mag het, hè. Als het niet mag. Dus ja, dat was natuurlijk echt een opluchting. Dat je hem dan voor het tweede jaar dat je hem dan pakt. Ja. Ja, dat was wel echt een heel fijn gevoel. Zeker. Nu dus 2 jaar op de Pro Tour. Je hebt afgelopen jaar al best behoorlijk wat ervaring opgedaan. Voel je al een beetje thuis daar in Engeland? Ja, ik voel me prima op mijn plek. Dat is wel echt wat ik wil. Dus, ja. Ja. Denk je dat dat jij een head start en een voorsprong hebt op de darters die deze ervaring nog niet hebben gehad op de Pro Tour? Nou, dat weet ik niet. Ligt er maar net aan hoe je mentaal bent. Kijk, iedereen kan darten. En dus maar net hoe gauw je die knop om kan zetten als je daar bent. Want de eerste weekend dat ik daar was, ja, dan kijk je natuurlijk wel tegen een paar jongens op. Ja. Maar ja, dan wordt er gelijk tegen gezegd van, dat moet je dus niet doen. Want anders ga je het gewoon niet halen hier. Dus het was wel apart, ja, het eerste weekend daar. Mm-hmm. Nou, je hebt in ieder geval laten zien wat je kan daar. Je hebt al genoeg grote namen weten te verslaan. Aankomende 2 jaar. Je mag daar rondlopen. Je mag doen wat je wil. Je mag dingen uitproberen. Wat zijn jouw verwachtingen? Wat wil je bereiken? Ja, ik zou wel een WK en een Player Championship Finals willen halen. En natuurlijk een paar Eurotours. Ja, dat zou je natuurlijk willen. Ja, dus dan moeten we maar zien hoe het gaat lopen. Ja, het is maar gewoon je eigen spel spelen inderdaad. Kijk, we horen maar op de achtergrond. Je hebt natuurlijk een familie zelf. Je hebt een baantje ook. Heb je al een beetje bedacht van hoe je je nieuwe leven gaat indelen? Want je zal toch een beetje moeten omgooien, denk ik. Ja, vooral met de opvangregelen en zo. Als ik in het buitenland zit. Ja, dat is eigenlijk het grootste wat ik moet regelen. Ja, en ik ben een dag minder gaan werken. Dus ik werk nu nog 3 dagen. In plaats van 4. Dus ja, dat geeft mij de tijd om te reizen en alles. Mm-hmm. Die ruimte is er zeker om je gewoon volledig te focussen op de Pro Tour en op die 2 jaar. Ja, volledig. Ja, ik moet wel gewoon 3 dagen werken. Dus, maar de rest van de vrije tijd, en dan stop ik er wel in. Ja. Want afgelopen jaar ga ik... misschien alles bij elkaar 4 weken getraind, net voor de Q-school begon, of dit jaar. Mm-hmm. En daarvoor heb ik eigenlijk niet echt heel veel voor gedaan. Alleen toernooien gooien. Ja, dat is lastig. Ja, ik weet dat je ook in Duitsland dart bijvoorbeeld. Is dat ook iets waar je gewoon mee doorgaat? Als je daar tijd voor hebt natuurlijk, als oefening? Ja, zeker weten. Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen, want daar word je uiteindelijk beter van. Ja, en of het nou in Nederland is of in Duitsland. Gewoon als ik er naartoe kan, dan ga ik er naartoe. Mm-hmm. Klinkt goed. Nou, Luc Peters, we zien jou terug op de Tour de aankomende 2 jaar. Veel succes. En hopelijk zien we je op in Alexandra Palace een mooie wedstrijd gooien daar. Maar dat zullen we nog wel zien. Succes. Ik hoop het. Dank je wel, jongen. Is goed. Ja, bedankt voor het kijken naar deze video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. En houd het kanaal in de gaten, want er komen nog meer tourkaarthouders aan.